Ik denk dat die samenwerking ook wel echt gezocht moet worden, want gemeenten kunnen maatregelen nemen, provincie kan maatregelen nemen, het Rijk kan maatregelen nemen, maar het gaat alleen maar werken als het ook allemaal dezelfde richting uitgaat. U zegt er verschuift iets, hè? Er zit iets aan te komen, er werden ook vergelijkingen gemaakt met een bouwfraude bijvoorbeeld. Ja, ja. Waar gaat dit heen? Nou, ik hoop dat het betekent dat we een zeer korte termijn echt met elkaar essentiële discussie aan willen wat we nou met die landbouw willen. Want die intensieve veehouderij is zo uit zijn kluiten gewassen en is voor 80% voor de export bedoeld. Daar moeten we echt ons ernstig over afvragen of we dat in Nederland moeten willen blijven doen. Wat mij betreft hebben we over 20 jaar nog steeds boeren in Nederland, want die horen bij ons. Zijn dat vooral natuurinclusieve boeren, biologische boeren. Hebben we ook een aantal grote bedrijven die snel in een productie kunnen zijn, maar dat wel milieu, met goede milieunormen doen. Want er moet wel voedsel geproduceerd worden, kun je niet allemaal biologisch doen. En ik hoop dat die hele goede kennis die bij onze boeren zit, dat we die over de wereld hebben kunnen verspreiden.